Het team uit 30 mensen. Professor Wido van den Bos leidt jonge artsen op in Leuven en wij horen graag dat jonge artsen deze opleiding iets meekrijgen over ALS. Ik denk dat dat belangrijk is. We hebben dus aan professor van den Bos gevraagd om ons een zicht te geven op hoe zijn labo werkt. Professor van den Bos heeft ook recent een beurs gekregen, dat was een internationale erkenning voor zijn werk van de grootste Amerikaanse patiëntenliga, de ALS. Dat is een belangrijke push om zijn onderzoekswerk verder te kunnen uitbreiden in Europa. Graag het woord. Goedemiddag allemaal. Ik zou eerst en vooral willen de ALS-liga bedanken voor de gelegenheid die ze mij ook op de boogheid geven om ons werk hier voor te stellen. En voordat ik begin zou ik toch ook eens even willen zeggen dat ik echt onder de indruk ben van wat de ALS-liga hier gerealiseerd heeft. Ik heb de plannen al vroeger gezien. Ik had er ook al veel over gehoord, maar ik moet zeggen dat ik echt onder de indruk ben van het gebouw zoals het is, van de faciliteiten die hier allemaal aanwezig zijn. En ik denk dat dat echt een dikke pluim is op de hoed van de ALS-liga. Nu, wat ons onderzoek betreft, gaat u misschien een beetje teleurgesteld zijn. Wat ik ga vertellen, dat is basisonderzoek. Dat is onderzoek in het labo. En wat wij hopen is dat er inderdaad op termijn ook een voordeel is voor de ALS-patiënten. Misschien eerst en vooral ga ik eventjes ons labo situeren. Dus het labo van neurobiologie, met aan het hoofd professor Omrecht, die u misschien allemaal al kent. En ons voornaamste doel, ons voornaamste topic in het labo, is dus ALS, amyotrofe lateraal sclerose. Nu, naast dat ALS-onderzoek, onderzoek ik zelf ook nog erfelijke neuropathieën. Wie u misschien ook nog kent is professor Van Damme. Hij heeft zich gespecialiseerd in frontotemporale dementie. Maar gezien dat professor Robrecht een nieuwe carrièrewending heeft genomen, zal hij in de toekomst zich bijna voltijds gaan bezighouden met de ALS-patiënten, met de klinische traits. En zal hij wat dat betreft professor Robrecht gaan vervangen. Dus u gaat hem waarschijnlijk in de toekomst nog meer tegenkomen. Last but not least hebben wij ook nog een andere onderzoekslijn bij ons in het labo neurobiologie. En dat is dan onderzoek dat jullie misschien minder aanbelangt. Dat is onderzoek naar strook, dus hersenbloeding, herseninfarcten. Wat is het hoofddoel van het labo? Ik heb hier nog eens de missie op een rijtje gezet van wat wij eigenlijk beschouwen als onze missie. Dus onderzoek naar mechanismen van neurodegeneratie en degeneratie. En dat is dus eigenlijk op lange termijn met als doel om nieuwe therapeutische strategieën te ontwikkelen. Nu, hoe pakken we dat concreet aan? We gaan dat doen aan de hand van modellen. Geen enkel van dat model is perfect. Dus elk van die modellen heeft zijn beperkingen. Wat wij hopen is, dat is door een combinatie van die verschillende modellen, van inzichten te verwerven die ons het mechanisme, iets leren over het mechanisme dat onderliggend is aan de ziekte. En zoals u hier kan zien, wij gebruiken cellulaire modellen, waarbij we dus echt cellen in een plastieke schaaltje proberen op te kweken. En wij gebruiken gisten, wij gebruiken fruitvliegen, want ik ga daar straks nog iets meer over vertellen. Wij gebruiken sinds een tijdje ook zebravissen. Wij gebruiken heel veel mazen en ratten. En natuurlijk gebruiken we ook patiëntenmateriaal. Ik ga daar straks nog eventjes iets over zeggen. Nu, voor al het soort onderzoek dat wij doen, en dat is eigenlijk niet beperkt tot het ALS-onderzoek, gebruiken we altijd min of meer hetzelfde strategie. We vertrekken van een bepaalde ziekte. We gaan zoeken naar oorzaken van die ziekte. En eens we weten welke oorzaken we hebben, gaan we proberen om daar modellen van te construeren. Dat kunnen in vitro modellen, dus die cellulaire modellen zijn. Dat kunnen ook diermodellen zijn. En als we die modellen hebben, gaan we proberen iets te weten te komen over het mechanisme. Eens we iets weten over het mechanisme, kunnen we dan proberen van op basis daarvan een therapie te ontwikkelen.
En dan natuurlijk moeten we die therapie gaan uittesten bij patiënten. Ik ga dat schema dat ik hier toon, ga ik eventjes in detail uitwerken. En om je een idee te geven van hoe wij te werk gaan. Eerst en vooral de ziekte waar we van vertrekken. Ik ga je die niet meer moeten inleiden. Je weet allemaal wat ALS is. Je weet allemaal dat selectief de motorneuronen afsterven en dat die motorneuronen normaal gezien de spieren bedienen. Wat ik u hier eventjes ook nog moet tonen is hoe dat er dan uitziet bij ons in een dierenmodel. Dus u ziet hier twee situaties. De normale situatie waarbij het groen de uitloper is van het neuron, dat contact maakt met het rode. Het rode dat zijn eigenlijk de contactpunten in de spieren. En dus in normale omstandigheden vormen dus de neuronen een mooi contact met de spieren en zou je dus op een normale manier kunnen spreken, op een normale manier kunnen bewegen. Van onder ziet u de zieke situatie waarbij dat dus de neuronen zijn verdwenen, waarbij de neuronen zijn afgestorven en dus krijgt u natuurlijk alle symptomen. Zoals bij meerdere ziektes hebben we hier te maken met een samenspel van verschillende zaken. Leeftijd is belangrijk. We kunnen helaas niet zo heel veel aan doen, we worden allemaal oud of ouder. Wat zijn de andere zaken? De omgevingsfactoren, daar is veel om te doen. Wat hebben wij vroeger gedaan, wat er nu voor zorgt dat we een bepaalde ziekte, in dit geval ALS, krijgen. En dan wat natuurlijk ook heel interessant is, dat is wanneer er genetische factoren zijn, wanneer de ziekte in de familie zit, laat ons maar zeggen. Dus dan kunnen we dat als vertrekpunt gaan gebruiken om modellen en om inzichten te verwerven. Ik heb hier een tweetal factoren op een rijtje gezet die te maken hebben met de omgeving, om het een beetje concreter te maken. Er is ergens in de grote oceaan een eilandje, Guam heet het, dat een enorm groot militair belang heeft omdat de Verenigde Staten daar nogal in geïnteresseerd zijn, maar dat is niet wat hier belangrijk is. In Guam is de incidentie, het voorkomen van ALS, vele malen groter dan in de rest van de wereld. En wat men weet is dat dat te maken heeft met het voedingspatroon van de mensen die in Guam leven. Met name het feit dat zij vliegende honden eten, dat is er blijkbaar een van de lekkernijen. En die vliegende honden die voeden zich met vruchten van de cycaspalm. En in die vruchten van de cycaspalm zit een stof in die als die geconsumeerd wordt via die vliegende honden door die mensen, die stof geeft op termijn ALS. Dus dat is een van de meest duidelijke voorbeelden van waar dat duidelijke omgevingsfactor gelinkt is aan het voorkomen en het krijgen van ALS. Het is ook zo, men is daarmee gestopt met die traditie, want er was nogal een delicatesse en ook werd heel traditioneel verworpen. En sindsdien is daar het voorkomen van ALS terug tot zijn normale normen dus teruggevallen. Een ander voorbeeld of een andere zaak waarbij een omgevingsfactor in verband gebracht werd met het voorkomen van ALS, u kent het misschien het voorbeeld, dat is van de Italiaanse voetbalspelers, waarbij dat er een onderzoeksgroep is in Italië, die aan de hand van de welbekende Panini-printjes gaan kijken zijn wie was er allemaal actief in de voetballerij de voorbije jaren. En men is dan gaan kijken hoe frequent komt ALS voor bij die voetbalspelers of ex-voetbalspelers. En dan bleek dat dat inderdaad dus 6 keer meer was dan bij een normale populatie. Nu de volgende vraag die u zich ongetwijfeld stelt, dat is van ja, wat is daarvoor de reden, wat heeft voetbal te maken met een verhoogde kans op ALS? En die vraag kan ik helaas niet beantwoorden. Dus dat is eigenlijk nog een onderzoeksvraag waar men zich momenteel natuurlijk op concentreert. Nu een andere zaak, en daar heb ik ongetwijfeld ook al over gehoord, dat is dat in 10% van de gevallen we hier te maken hebben met de familiale ziekte. En dan is het natuurlijk de vraag, welke genetische factor ligt er hier aan de basis van het feit dat meerdere personen, meerdere mensen in dezelfde familie ALS krijgen. En ik heb hier de situatie nog eventjes weergegeven zoals ze momenteel in Vlaanderen zich voortdoet. Het is zo dat we sinds een paar jaren in 80% van de gevallen weten in de families met ALS wat werkelijk de genetische oorzaak is. Dat betekent dat er nog 20% zijn waar we in het duister tasten en ik vermoed dat dat probleem ook nog de volgende jaar zal opgelost worden. Maar dat is een enorme vooruitgang van een paar jaar geleden. En dus we kunnen die verschillende genen, ik heb ze hier alle vingers staan, dat zijn mutaties in SOD1, in TDP43, in FUS, wordt ook wel eens TLS genoemd,
En dan de hexanucleotide repeats in C9orf, die er dus recent zijn bijgekomen. Dus die vier genetische oorzaken zijn eigenlijk de voornaamste genetische oorzaken hier in Vlaanderen, maar eigenlijk ook in de rest van de wereld. Daarnaast zijn er nog heel veel andere genetische factoren, maar die zijn minder duidelijk, minder belangrijk. Wat er daarnaast ook nog belangrijk is om te vermelden eventjes, is we hebben natuurlijk de echte oorzaken, dus ik heb er juist die vier genen gegeven. Daarnaast is het ook interessant om na te kijken of te onderzoeken waarom is het ziekteproces in verschillende ALS-patiënten, waarom is dat zo verschillend? En dus wat we daar dan gaan onderzoeken, of wat we daar gaan proberen te vinden, zijn modificerende factoren, modificerende genetische factoren. En als we dan weten van welke genetische factoren modificeren de ziekte, gaan we ervoor zorgen bijvoorbeeld dat de ziekte wat trager verloopt, dan kunnen we proberen van daar bij alle patiënten op in te grijpen, om dus ook bij die mensen de ziekte trager te laten verlopen. Dus dat zijn eigenlijk de twee zaken die ik eventjes wil vermelden in verband met de genetica. Oké, dus we weten nu wat de oorzaken zijn, omgevingsfactoren of genetisch. Nu gaan we dat proberen te vertalen naar een modelsysteem. En het eerste modelsysteem zijn onze culturen. Dit zijn onze motorneuronculturen zoals ze eruit zien in een plastic schaaltje. Het is moeilijk om te zien, ik ga even naar verplaatsen. Dat zijn de motorneuronen. Dus de cellen hier, de donkere cellen, dat zijn de motorneuronen. Je hebt het ook al eigenlijk gezien. We kunnen die gaan kleuren, dus we kunnen gaan kijken van, zijn daar wel effectief motorneuronen, dan ziet het er allemaal mooier uit. Dus je ziet hier het cellichaam en dan de uitlopers. En dus we kweken die motorneuronen op een laag van voedende cellen om die eigenlijk zich te laten ontwikkelen tot echte motorneuronen. Een beetje hetzelfde dan wat we gaan doen met de IPS-cellen, waarover professor Pochet daar juist gesproken heeft. Nu is het zo, bijvoorbeeld, dan maar te zeggen dat dat toch een interessant systeem is. Als we de stof toevoegen die in die vliegende honden zit, daar op dat eilandje in de grote oceaan, dan zijn onze cellen daar selectief gevoelig voor. Dus we kunnen bepaalde aspecten van ALS nabootsen in zo'n plastic schaaltje. Wat weten we daar verder nog? Wat hebben we daar nog uitgeleerd? Een heel deel, maar ik ga me beperken tot één aspect. En dat is dat we een antwoord hebben kunnen geven op de vraag: wat maakt de motorneuronen nu zo gevoelig? Wat bepaalt de selectiviteit? En het is een gecompliceerd verhaal en ik ga het u niet in detail uitleggen. Maar het komt erop neer dat motorneuronen op een heel andere manier met calcium omgaan dan andere cellen. En ze gaan dus veel sneller verhogingen ervaren in calcium dat van buiten de cel naar binnen komt. En wat dat die Pacman-achtige structuurtjes zijn die u daar ziet op de dia, dat zijn eigenlijk calciumbindende proteïnen. Dus motorneuronen hebben veel minder calciumbindende proteïnen. Dus met andere woorden, ze zijn er minder goed tegen beschermd. En dus we noemen dit fenomeen excitotoxiciteit. En om maar te zeggen dat dit gerelateerd is opnieuw aan de ziekte, Riluzole, werkt dus effectief op deze stimulatie van de neuronen, waardoor dat ze minder calcium binnenkrijgen en waardoor dat ze minder die calciumverhogingen gaan krijgen. En dus veel te veel calcium voor een neuron is dat slecht. Dus als je Riluzole neemt, gaan we die zelf, of de motorneuronen gaan die beschermen. Oké, wat misschien interessanter is, of wat dat toch beter aansluit bij een levend organisme, zijn de kleine proefdiermodellen die we gebruiken om onderzoek te doen. En interessant is voor ons, dat is dat die transparant zijn. En ook dat heel die ontwikkeling buitengewoon moeilijk is. Dus dat is gewoon, die worden bevrucht in het water, die ontwikkelen zich in het water. En wat we dan kunnen volgen, en dat is wat dat daar rechts van onder, wat je daar ziet, dat is dat we kunnen in die embryo's, kunnen we de motorneuronen, de motorische neuronen, we kunnen die gaan kleuren. En dat is daar rechts onderaan, ziet u bovenaan, dat is het ruggenmerk, waaruit dat de motorneuronen vertrekken. Je ziet er daar een stuk of zes staan. En dus wat wij bestuderen, wat wij nakijken, is het ontwikkelen van dat motorisch systeem van die motorneuronen. We doen dat onder normale omstandigheden, maar we kunnen dat ook doen in aanwezigheid van genen die defect zijn bij de mens. En wat we dan zien is het volgende, ik hoop dat het een beetje duidelijk is, het is hier misschien net iets te licht,
Maar je ziet daar op de rechtse voorbeelden, waar dat mutant bij staat, daar zie je dat dat niet zo mooi rechte lijntjes zijn. Daar zitten vertakkingen in die er niet mogen inzitten. Daar zijn neuronen die ook veel minder lang zijn. Dus daar is daar een defect dat geïnduceerd wordt door de aanwezigheid van dat mutantproteïne. En dus dat is voor ons interessant, want dat is natuurlijk iets waar we kunnen gaan op ingrijpen. Hoe gaan we dat doen? We doen dat op de volgende manier. Dus we brengen eigenlijk, dit is de situatie, de normale situatie, of de gezonde situatie, waarbij we het gezonde geen inbrengen. We doen dat in het 1 tot 2 cellig stadium. En dan kijken we 30 uur later naar de motorneuronen. Wanneer we hetzelfde doen, maar dan in aanwezigheid van mutant, dan zien we dat dat inderdaad die verstoorde motorneuronen geeft. En we gaan dat nu gebruiken als een soort screen. We gaan dat gebruiken om die modificerende factoren te zoeken. En dus we gaan met andere woorden ons mutant samen met een modificerende factor in dat embryo brengen. En we gaan dan kijken welke van die modificerende factoren dat effect kunnen tenieten, dat effect kunnen herstellen. Dus dat kan wat betekenen. En dus opnieuw, zoals ik er juist al gezegd heb, die modificerende factor, dat zijn dus interessante zaken om daarop in te grijpen, om daar therapeutisch op in te grijpen. Dus dat is eigenlijk de uiteindelijke bedoeling. Oké, ons favoriete proefdiermodel, dat zijn nog altijd de muizen en de ratten. Dat zijn nog jaren eigenlijk al de modellen die we het meest gebruiken, om u maar een idee te geven. Wij hebben iets van een 10.000 muizen momenteel in het animalium, die eigenlijk zo goed als allemaal gebruikt worden voor ALS-onderzoek. Ik weet niet hoeveel fruitvliegen we hebben, dat gaat straks elke dat vertellen, dat gaan vele tienduizenden zijn, vermoed ik. Dus wat is nu zo bijzonder aan die knaagdieren, of aan die muizen en ratten die we hebben? Dat is dat die dus een humaan gen hebben ingebracht, waardoor dat die normaal geboren worden. Dus die muisjes, je ziet er niks aan als die geboren worden. Maar als die een drietal maanden oud zijn, dan beginnen die motorische problemen te ontwikkelen. En dat gaat vrij progressief, dus dat begint in het begin met wat problemen met hun pootjes. En uiteindelijk raakt ze verlamd. En je ziet hier rechts, omdat het tenminste duidelijk is, zie je zo'n muis die eigenlijk al vrij ver tijdens de ziekte is en die dus volledig verlamde achterpoten heeft. Bij muizen beperkt het zich tot de verlamming van de achterpoten. Bij de rat, normaal was het een filmpje, maar de originele werkt niet op deze presentatie. Wat je bij ratten ook ziet is, en je kunt het nog een klein beetje zien, ze heeft zo haar pootje onder haar kop zitten. Bij ratten, die worden ook in de voorpoten aangetast. Dus daar hebben we zowel ratten bij die in de voorpootjes aangetast geraken als in de achterpoot. Wat is nu het interessante aan die muizen en die ratten? Dat is dat we die kunnen gaan opvolgen. We kunnen gaan kijken hoe is dat ziekteverloop. We hebben daar een aantal toestellen voor om te kijken hoe dat de motoriek van die muizen aftakelt. Dat het slechter en slechter gaat gedurende hun leven. We kunnen ook naar de spierkracht gaan kijken. Wat natuurlijk allemaal interessant is, omdat we dan kunnen gaan kijken, kunnen we dat beïnvloeden? Kunnen we daar therapeutisch op ingrijpen? En het is zo, als wij bepaalde therapeutische targets halen, het zij uit ons cultuursysteem, het zij uit onze vliegen of uit de zeepkarvissen, dan gaan we die in een volgende stap altijd testen in onze muizen en in onze ratten. Om gaan te kijken, kunnen we het leven van die muizen of van die ratten, kunnen we dat verlengen? En als dat het geval is, dan gaan we de stap zetten naar eventuele patiëntenstudies. Nu, dat is denk ik heel belangrijk. Dat is een heel belangrijk element uit ons onderzoek. We steken er heel veel geld en heel veel tijd in. Wat dat nog belangrijker is zo mogelijk, dat is dat de muizen ons ook de gelegenheid geven om te gaan kijken op verschillende stadia van de ziekte, wat er juist gebeurt. Wij kunnen, spijtig nog voor die muizen, we kunnen die muizen op verschillende tijdstippen doden en we kunnen gaan kijken, wat is daar aan de hand? En dat klinkt misschien breed, maar dat is heel belangrijk, omdat we dan kunnen gaan kijken, wat gebeurt er helemaal in het begin van de ziekte? Want dat is natuurlijk hetgeen waar je wilt op ingrijpen. Je wilt heel vroeg, wilt proberen het verschil te maken. En het is heel moeilijk als je helemaal op het einde, een kerk of ziet van motorneuronen, om dan te weten wat was er 3 maanden geleden hier aan de hand. Dus ik denk dat dat een niet te onderschatten voordeel is van die proefdieren, dat je dus echt op verschillende stadia van de ziekte kunt gaan kijken. En natuurlijk, als je weet wat is daar mis, kunnen daar natuurlijk ook opnieuw gaan op ingrijpen.
Wat een heel essentieel element is, en ik heb er deze dia ingestoken om dat zeker niet te vergeten, dat is dus, ik heb juist gezegd, eens dat we een therapie hebben die werkt, bij muizen en bij ratten, dan zetten we de stap naar patiënten. Niet in de eerste plaats vaak, om ze dan gaan te behandelen, maar wel om dan te kijken van wat is wat dat we vinden bij die verschillende modellen, is dat ook relevant voor de mens. Wij zijn eigenlijk niet geïnteresseerd om muizen en ratten te genezen, of om fruitvliegen of zebravissen te genezen. Het gaat ons nog altijd om patiënten. En dan is het natuurlijk heel belangrijk dat we materiaal hebben van patiënten. En u zal waarschijnlijk al gevraagd geweest zijn om bloed te geven, om CSF te geven. Sommige mensen misschien ook om fibroblasten te geven. Dus dat zijn eigenlijk voor ons essentiële tools, essentiële hulpmiddelen, om gaan te verifiëren of wat we vinden in onze verschillende modellen, of dat dat ook relevant is voor de mens. Want dat is uiteindelijk het doel van ons onderzoek. Oké, dan kom ik tot het laatste, waarschijnlijk hetgeen waar dat je allemaal het meest in geïnteresseerd bent. Ik heb u al in het begin gezegd dat ik u zeker geen valse hoop wil geven, dus ik ga een heel realistische weergave geven van wat dat wij doen, wat dat wij gedaan hebben in termen van therapieën. En dan wil ik met u, en ik heb ongetwijfeld het verhaal al gehoord, het verhaal van VGF, vasculaire endotheliale groeifactor, wil ik dat met u delen. Vooral omdat dat een verhaal is dat dus echt vanuit de verschillende modellen geboren is. Dus echt vanuit de cultuurmodellen, vanuit de dierenmodellen, hebben wij het inzicht gekregen dat VGF, dat dat wel eens een protectieve factor zou kunnen zijn voor de motorneuronen. En dat is eigenlijk het bovenste stukje van deze grafiek. Dus ja, we zijn klein begonnen, we zijn opgeklommen naar de muis. En daar is er inderdaad een therapeutisch effect, ook bij de rat overigens. En dan het onderste stuk van de dia hier. Wat ik u daar wil mee tonen is al de rest wat er dan gebeurt, dat kunnen wij niet zelf doen. Wij zijn eigenlijk goed in wat ik u juist verteld heb. In het maken van die modellen, in het bestuderen van die modellen en in het bepalen van therapeutische targets. Eens we zo'n therapeutisch target hebben, dan wordt het voor ons te duur. Dat kunnen wij niet betalen. En dan moet er een firma aan boord genomen. Dan moet er een firma geld op tafel leggen om wat wij gevonden hebben, om dat te vertalen naar de kliniek, om dat te vertalen naar de patiënten. En dus voor VGF is dat, gelukkig, en daarom heb ik het verhaal natuurlijk toon, is dat een succesverhaal. Want u moet weten, voor elk van deze succesverhalen zijn er minstens 10 verhalen die op een vroeger stadium stoppen, om welke reden dan ook. Maar dus in dit geval is het gelukt om dus alle toxiciteitstesten te doen om alle praktische hindernissen te overwinnen. En dus in samenwerking met een Zweedse firma zijn er al testen gebeurd bij ALS-patiënten. En het goede nieuws eigenlijk is, en dit is in alle vertrouwen gezegd, dat er zeker nog een vervolg zal komen aan deze studie. Dus ik kan wel verhalen dat uiteindelijk deze eerste test, dat dus VGF deze eerste testen heeft doorstaan. Oké, ik zou nog eventjes iets anders willen zeggen, ook in een iets meer een breder kader. Ik heb u deze dia's, de twee extremen daarvan, heb ik u vroeger al getoond in mijn presentatie. We zitten natuurlijk met een systeem waarbij het probleem zich in eerste instantie manifesteert ter hoogte van de spieren. Dus ik heb u gezegd, die verbinding tussen de neuronen, het groen en het rood, loopt mis. En dus, je moet de situatie als volgt inschatten. Dus het cellichaam, dat is dat bruin ding dat je hier ziet, dat zit ergens in uw ruggenmerg. En dan zit er een hele lange uitloper die door uw lichaam loopt en die uiteindelijk naar de spieren loopt en die daar contact maakt met dus die rode neuromusculaire functies, noemen we ze, op de spieren. En waar wij de laatste jaren heel veel aandacht aan besteed hebben, dat is dat natuurlijk dat proces dat eigenlijk begint, daar ter hoogte van de spieren, om dat proces te proberen te beïnvloeden. Want dus, tijdens ALS is het duidelijk dat dus die axonen, dat die uitlopers, dat die terugtrekken. En dan kunnen we proberen om dat systeem in te werken. We kunnen dat op twee verschillende manieren doen. We kunnen proberen van de groei te stimuleren en van terug een oorspronkelijke of min of meer normale situatie te krijgen. We kunnen ook proberen om de denervatie, om dus het terugtrekken van dat axon, om dat dus tegen te gaan.
En dat zijn twee strategieën waar we momenteel in het labo enorm veel energie, enorm veel geld en enorm veel moeite in investeren om te proberen om op dat proces om dat te beïnvloeden. Maar in tegenstelling tot VGF zijn we spijtig genoeg nog niet geraakt tot op het niveau van de kliniek. Dus, maar als alles goed blijft gaan, hopen we dat dat vroeg of laat, dat die strategie ook vroeg of laat, kan vertaald worden in een klinische trial. Oké, dus ik hoop een klein beetje dat ik u wat inzicht gegeven heb. Ik heb u zeker geen valse hoop willen geven. Ik wil u vooral duidelijk maken dat wij met een duidelijke strategie wil maken is dat ik dit werk niet alleen doe. Ik doe dat zelfs niet alleen met elke. In totaal zijn wij, zoals in de inleiding ook al gezegd geweest is, we zijn met meer dan 30 mensen ondertussen. En de grote meerderheid van die mensen die werken, bij manier van spreken, dag en nacht om dus te proberen om ALS, om daar beter inzicht in te krijgen, om daar hopelijk ook vroeg of laat een therapie voor op de markt te krijgen. En wat ik er ook nog zou willen benadrukken, dat is, je kan dat misschien wel zien aan de foto's, vooral de onderste helft van de slide. Ik denk de gemiddelde leeftijd bij ons in het labo ligt rond de 25 jaar. Dus dat zijn eigenlijk allemaal jonge, gemotiveerde mensen die, ik heb er juist gezegd, figuurlijk dag en nacht, maar ook in de weekends, ook met verlofdagen, wordt er bij ons gewoon doorgewerkt. Dus eigenlijk allemaal met het doel om te proberen vooruitgang te vinden, vooruitgang te krijgen voor deze dramatische aandoening. En dat doen wij niet alleen, maar dat doen we natuurlijk ook in samenspraak, in samenwerking met het klinisch team, dat momenteel nog onder leiding staat van professor Robrecht, maar zoals gezegd, dat zal waarschijnlijk professor Van Damme worden in de toekomst. En dan ben ik eigenlijk uitgepraat. Ik wil alleen nog één ding zeggen, en het is ook al in de inleiding gezegd geweest, professor Bosch heeft er ook op gealludeerd. Onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, kost heel veel geld. Ik denk dat dat heel moeilijk in te schatten is hoe duur dat wetenschappelijk onderzoek is. Dat gaat echt over miljoenen euro's die wij moeten proberen van alle mogelijke kanten mee in te krijgen. Dat is echt een patchwork van de budgetten en we slagen er gelukkig elk jaar in om ons budget rond te krijgen. Nu, een van de elementen die ons daarbij geholpen heeft, ik wil mijn erkentelijkheid daar toch nadrukkelijk nog eens voor uitdrukken, dat is het geld dat ik vorig jaar gekregen heb van de ALS-liga en waarmee we heel concreet, want dat was ook een vraag van en ik begrijp dat ook, waarmee we heel concrete investeringen gedaan hebben in onze faciliteit voor zebravissen, waar we een extra hek mee gekocht hebben, waarin wij onze vissen, de volwassen vissen, dan houden. En dus het is dankzij de steun, onder andere van jullie, dat dit onderzoek mogelijk is. Dank u wel. Wat men wil bereiken. Maar ik ben ook de eerste om te verdedigen
dat elke buis die bij ons gebruikt wordt, elke rat die bij ons gebruikt wordt, dat dat een waardevolle investering is. Dank u. U heeft daarnet nog gesproken over de sponsoring en wij het belang ervan. En wij merken dat. Maar samen met een collega hier hebben wij de bedenking gemaakt. Speelt het een rol dat u eigenlijk werkt voor een kleine doelgroep? Voor het genereren van de fondsen? Dat men zegt, ja, uiteindelijk zijn maar, ik zeg maar iets, 1000 mensen. Maar daar kan u uw energie niet aan besteden. Ja, dat is een terechte opmerking. Zoals overal zijn er bepaalde marktprincipes. Hoe meer patiënten, hoe meer mensen daar aan werken en hoe meer mensen ook denken dat ze daar geld kunnen aan verdienen. Dat is inderdaad een terechte opmerking. Nu, ik zou hier een bepaalde opmerking willen bijmaken, dat is de volgende. Wij zijn geen firma, dus wij zijn een academische onderzoeksgroep. Dus wij moeten ons niet verantwoorden naar aandeelhouders. Wij moeten ook geen winst maken. Dus wat wij doen, doen we eigenlijk gewoon voor ten eerste onze academische carrière, ik moet dat niet flauw over doen, maar anderzijds ook natuurlijk met, om te proberen een klinisch probleem de wereld uit te helpen. En dan zitten we zelfs, en dan wil ik het in mijn voordeel draaien, dan zitten we zelfs in een iets gunstigere situatie dat we niet in competitie moeten gaan met multinationals. En dan denk ik ook dat we de markt een klein beetje moeten verdelen. Ik denk inderdaad, ziektes die heel veel voorkomen, waar dan ook heel veel geld aan te verdienen is, ongetwijfeld. Ik denk dat we die moeten laten voor multinationals. En dat die zullen daar ook wel moeite voor doen om dat op te lossen, om daar een medicament voor op de markt te brengen. Ik denk dat we hier eerder zitten met een zeldzame, terwijl we ook niet willen overdrijven, want zo zeldzaam is virus die ook weer niet, met een relatief zeldzame ziekte altijd zeg. En dan denk ik dat academische groepen het best geplaatst zijn om daar het voortouw te nemen. En wat geld betreft, ja, natuurlijk, wij zijn niet slecht gefinancierd, we moeten er ook niet flauw over doen, maar meer is altijd beter. Dat is het grote probleem. En wat wij een klein beetje schrik voor hebben, dat is, ja, we zijn afhankelijk van projectfinanciering. We hebben nauwelijks ook geen structurele financiering, dus elke euro, bij manier van spreken, die we binnenkrijgen, daar moeten wij voor verantwoorden waarvoor we het gaan gebruiken, en moeten ook achteraf bewijzen dat we het daarvoor gebruikt hebben. Wat is daar het probleem? Dat is dat je geen vrijheid hebt. Is iets proberen wat dat een kleine kans heeft op slaag, dat kunnen wij niet doen. Omdat iedereen gaat ons later ter verantwoording roepen en zeggen, maar dat geld, dat had ik het daar niet mogen voor gebruiken. Dus wat ik eigenlijk hoop, en natuurlijk we hopen dat allemaal binnen ons onderzoek toe, dat we op termijn dat we projectfinanciering kunnen krijgen dat we financiering kunnen krijgen die niet projectafhankelijk is. En dat is hetgeen wat we nu nog tekort hebben. Dat is echt geld van de overheid, waar we natuurlijk ook altijd wel moeten van bewijzen wat we mee gedaan hebben, maar waar we toch een zekere vrijheidsgraad mee hebben. Dus ik denk dat dat, ik hoop dat dat een antwoord is op uw vraag. Dank u. Als we kijken naar een kleine doelgroep, weten we dat het nog bijna over 400.000 mensen die continu ALS hebben, 180.000 mensen die jaarlijks overlijden. Ja. Dus als we dan nog de groep ruimer overtrekken, dan kunnen we ook de groep met de Parkinson-patiënten, de Alzheimer-patiënten, in de zadelcategorie steken. Bijvoorbeeld als daar een oplossing voor komt, dat kan ook. Volledig akkoord. Ja, dus ik denk inderdaad. En werk zegt zelfs relatief zeldzaam. Natuurlijk, als je iets tegen hoge bloeddruk morgen op de markt brengt, ja, dan spreekt het over een andere dimensie. Dus is dat eigenlijk wat ik wel duidelijk maak. Ja, maar ik wil maar duidelijk maken dat als we dit doen op de termijn nemen, dan gaat het wel over miljoenen patiënten en over een enorme farmaceutische impact. Dus ja. Ik zou niet willen zeggen dat men daarom in onderzoek. Nee, maar voor een multinational kan dat wel een doorslaggevend argument zijn om van het ALS-onderzoek af te blijven. Voor ons niet. En wij sponsoren misschien met 1000 euro, maar bijvoorbeeld in Amerika gaat het over miljoenen dollars. En ze hebben bijvoorbeeld over 4 weken, terug hebben ze 4 miljoen mensen enzovoort. Maar die wil zeggen dat ik niet voor die 1000 euro. Ja, oké, maar.
Kan u iets meer vertellen over de stand van zaken van het onderzoek van die onderbreking van het foute kopiëring van het ORF-gen? Ja, dat is nu een moeilijke vraag. Ik heb het er straks tijdens de lunch er ook nog over gehad. Dat is een recente, de ontdekking zal ik even in de context zetten. Dus de ontdekking van C9ORF is iets heel recent. En ik denk dat momenteel, wat mijn idee is, dat we even moeten wachten tot het stof gaan liggen is. Om te kijken, wat is hier waar? Wat is hier mogelijk therapeutisch relevant? En wat is hier eigenlijk, wat zijn de cohorts? Waar zijn de cohorts mee bezig op dit moment? Want iedereen springt er nu op. Iedereen doet er van alles mee. En eigenlijk op dit moment weten we nauwelijks iets. Dus ik denk wel, ik moet me niet verkeerd begrijpen, ik denk dat dit een van de grootste doorbraken is die we binnen het ALS-onderzoek gehad hebben. Het feit dat dus die hexanucleotiden in iets gevonden zijn. En dat echt de ALS-wereld gaat veranderen. Maar ik denk dat op dit moment nog veel te vroeg is om te zeggen hoe dat de ALS-wereld gaat veranderen. Maar dus ik ben het volledig mee eens. Ja, moeten we proberen van de expressie te verminderen? Op dit moment weten we zelfs niet of dat of een gain of function, een extra functie is, of het verlies van functie is. Maar dat dat in de toekomst een enorme impact zal hebben, niet alleen misschien zelfs op de patiënten die dat defecte gen hebben, maar op de ganse ALS-wereld, daar wil ik zelfs niet over discussiëren. Dat is denk ik een vaststaand feit. Betreft die BGF-studie, zijn er daar al resultaten van bekend? Wel, het is zo dat het feit dat we zo met een nieuw molecuul, met iets totaal nieuw beginnen waar niks van geweten is, dat vereist een aantal voorafgaande studies. En dus de eerste vraag die gesteld werd, dat is van, is dat wel veilig? Kun je zelfs aan iemand die lijdt aan een verschrikkelijke ziekte, kunnen die zijn lijden misschien nog verergeren door zo'n moleculen te geven? En dus wat er nu afgerond is, en men is die resultaten aan het analyseren, dat is om te kijken of dat patiënten het toedienen van BGF, want je weet misschien dat is via katheterken in de hersenen, dat is, kan kijken of dat negatieve effecten heeft die ervoor zullen zorgen dat je op termijn met die behandeling niet kunt verder gaan. En dus die resultaten die zijn er, die worden geanalyseerd, die zullen waarschijnlijk binnenkort ook beschikbaar zijn, maar eigenlijk mag ik er niks over zeggen, nu als je tussen de regeltjes gelezen hebt, denk ik wel dat dat zeker niet negatief is. Maar dat is switch gaat dragen. Dat is heel normaal hoor. Daar zit niks achter, daar is niks mis mee, om zo te zeggen. Nu, wat er wel is, en dan hebben we al de politiek erachter, is dat de firma die oorspronkelijk de trial gedaan heeft, is overgenomen door een grotere firma. Want op zich dat dat best nieuws is. Maar natuurlijk, dan moet er weer, het management wordt dan veranderd, de politiek wordt opnieuw bekeken, nu dat is interne keuken allemaal. Maar daardoor gaat het soms allemaal net iets trager dan dat jij hoopt, dan dat ik hoop, dan dat wij allemaal hopen. Na jaren, De resultaten zijn er en die zullen binnenkort gerapporteerd worden. Dat is dat kan ik met de hand op het hart zeggen. Ik ga even onderbreken. Ja, tuurlijk. Ik had erin komen dat patiënten ook gedood worden en natuurlijk, zoals je zegt straks, zolang er geen resultaat is, is er te weinig geld. En laten we daarvan uitgaan. En goed, we gaan er ook proberen aan mee te werken, wat we ook mensen die ons gevolgd hebben misschien. Wat we ook gaan doen is de politiek onder druk zetten. We hebben misschien gevolgd, we zijn in juli in het federale parlement al op tafel geweest met de vraag aan de minister Onkelijks van hoeveel besteedt u nu echt aan het ALS-onderzoek. Nu in oktober komt de vraag in het Vlaamse parlement aan mevrouw Liede gaat de voorgelegd worden van hoeveel investeren u nu echt aan onderzoek naar ALS. En dat willen we nu echt om een keer weten. Dus voor de toekomst van 2014 gaan wij proberen met alle man en macht proberen een resultaat te krijgen voor jullie structurele ondersteuning. Dat is dat ik bedoel. Dus inderdaad, ik denk dat als er ergens een verandering moet komen, dan is het structureel. Dan is het echt dat je de zekerheid kunt bieden
aan, ja, van die, kan ik ook zeggen, van die 30 mensen die we daar hebben, daar zijn er 4 van pas benoemd en de rest zit allemaal op tijdelijke contracten. En dus ja, wij slagen erin om die altijd toch wel een verlenging te geven. Maar dus als we daar moesten een beetje meer structurele financiering hebben, dat zou ons leven niet alleen veel beter maken, maar dat zou de kans op succes ook veel groter maken. Ik wil daar zelf graag nog 1 ding aan toevoegen. We zijn niet alleen bezig in België, maar in het kader van een internationale alliantie wil ik zeggen dat op wereldwijd niveau iedereen heel erg aan het knokken is voor meer geld voor onderzoek naar ALS. Dus jullie staan er zeker en vast niet alleen voor, want wij proberen op internationaal niveau meer te bereiken.